Yes guys, het is Paul hier. En je weet het, weer een presentatie voor je gemaakt. En ik heb vandaag een onderwerp voor je. Een elite guide om te netwerken met miljonairs. Nou, op het moment dat ik deze video opneem, ben ik 23. Op het moment dat jij hem kijkt, ben ik 24. Daar is niet waar deze video om draait. Afgelopen 4 jaar heb ik met meerdere miljonairs en meerdere succesvolle mensen kunnen netwerken. Zonder daar echt behoefte aan te hebben gehad. En ik ga je precies uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Hoe ik hier in contact gekomen ben met miljonairs, andere succesvolle mensen in hun vakgebied. En hoe jij hetzelfde kan doen. Want het is belangrijk om de juiste mensen om je heen te gaan verzamelen. Oké? Mannen met een echt doel en een missie dwingen altijd respect en aandacht af ten alle tijden. Een hele mooie quote. En als jij gewoon gespierd bent en er goed uitziet. Ik heb momenteel bijvoorbeeld een maand lang niet gesport. Vanwege mijn haartransplantatie, als je dat kan zien. Het is nu echt nog heel fris en een maand geleden gebeurd. Er is ook een video waar ik over ga maken waarom ik dat heb gedaan op 23-jarige leeftijd. En waarom jij je niet moet schamen om zulke ingrepen aan jezelf te doen. Maar daar is niet waar deze video om draait. Maar doordat ik dit soort dingen doe en doordat ik goed let op mijn lijf, goed op mijn business, goed op mijn privé, goed op mijn familie, weet je. Mensen zien dat wat ik doe. Dat ik deze video's voor je opneem vandaag, maandagavond. Omdat ik je echt oprecht verder wil helpen. Omdat toen ik jonger was en begon, wilde ik eigenlijk dat iemand dit soort video's voor mij zou maken. En ik vind het super tof om dit soort video's voor jou te maken. Daarom hoop ik ook dat je respecteert dat ik hier mijn gratis tijd voor inlever. Maar dat tezijde, en we gaan door. Dus vind je doel en missie in je leven om respect te krijgen. Daar gaat het om. Oké? Je eigen oorspronkelijke verhaal kennen. Dus in 1 tot 2 minuten moet jij me kunnen vertellen wat de beste versie van jezelf is. Wat je wilt gaan bereiken en waarom het mij moet boeien als persoon om überhaupt naar jou te gaan luisteren. Dit moet je uiteindelijk oefenen en ingestudeerd worden. Voorbeeld van een miljonair die ik ontmoet heb bij een netwerkborrel in Rotterdam in 2023 januari. Nou, ik had eigenlijk een cursus aangeschaft, ik zal niet noemen bij wie, maar in ieder geval het ging over vastgoed kopen in Spanje, Nederland en over aandelen en fondsen. Nou, nu ik dit heb gezegd, weet je waarschijnlijk over welke persoon het gaat. Dat tezijde. Het gaat me meer om de personen die ik daarop ontmoet. Nou, daar was dus een netwerkborrel en ik ging daar dus heen met mijn Mercedes, met mijn A-klasse. Ik had hem ergens geparkeerd, niet eens in het zicht, maar ik had een pak aangedaan. Een pak dat ik eigenlijk al een paar jaar doe. En ik wist, er komen andere ondernemers ook daar naartoe, ook beginnende ondernemers. Daar was ik wel sceptisch over, maar ik wist, er komen andere ondernemers daar naartoe, dus ik moet mezelf goed gaan aankleden. Ik was eigenlijk wel redelijk zenuwachtig om bijvoorbeeld de persoon in kwestie bij wie ik wat had afgenomen iets tegen hem te zeggen. Ja, omdat hij gewoon succesvoller was dan mij. Ik hoop op het punt dat ik dit opneem dat de rollen geswitcht zijn. Dat is nog niet het geval, is een kwestie van tijd. Maar het gaat er in ieder geval om, deze persoon stond hoger dan mij. En ik keek niet echt naar hem op, maar ik voelde dat hij hoger was. Maar het ging niet eens om deze persoon. Maar we waren aan het praten en ik was een beetje aan het netwerken. En zeg, hey, wat doe jij? Wat vind je leuk om te doen? En ik kwam een beetje in gesprek en ik hoorde alleen maar startende ondernemers. En ik voelde een beetje dat ik verder was. Toen kwam ik met twee gasten in gesprek. En eigenlijk één man, die was iets boven de 40, was een Turk en die vroeg wat ik deed. Ik zei, ja, ik zit in e-com en ik coach mensen en dit en dat gaat het en ik reis de wereld rond en ik investeer hier en hierin. Hij zegt, oh wat tof. En eigenlijk hebben we heel de avond met hem gepraat en met een andere ondernemer ook nog. Die is eigenlijk bij 3 en ja, was super tof om hem te ontmoeten. En ik ga hem bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik hem al een keer gesproken en dit jaar spreek ik hem weer ergens in februari. En hij wil gewoon graag contact met mij houden en misschien doen we wat zaken in de toekomst. Hij heeft meerdere panden, meerdere ondernemingen, draait miljoenen per jaar op bol. Hij heeft ook nog verschillende ondernemingen gedaan. Het is gewoon een toffe man en die gewoon toffe shit heeft gedaan. En hij wil met mij in contact houden, wat ik super tof vind. En wie weet kunnen we in de toekomst samen zaken doen. Dat lijkt me super tof, eventueel als de juiste kans komt natuurlijk. Een absoluut beest zijn. Nou, dat goede voorbeeld toen ik daar dus kwam. Ik was dus al in shape. Nu iets minder, maar het komt wel. Ik hoop dat wanneer deze video uitkomt, november 2024, dan hoop ik natuurlijk wel in betere shape te zijn dan nu. Dan zonder maand gesport te hebben. Maar dat komt vanzelf. Dat is niet waar deze video over gaat. Het gaat over je goed kleden. Dus je moet een goede kledingstijl hebben. Ik heb nu bijvoorbeeld een Gymshark iets aan. Dat komt omdat ik naar de gym ben geweest. Maar toen ik bijvoorbeeld op een netwerkevent had ik een pak aan. Of, ja, ik kijk heel erg naar de situatie en hoe kan ik me kleden en voel ik mezelf ook beter. Nu heb ik bijvoorbeeld nog een trainingspak aan, maar dat komt omdat ik getraind heb. Maar het gaat erom dat je je goed moet kleden als je belangrijke mensen gaat ontmoeten in het leven. En de hoeveelheid tijd dat iemand bereid is om met je te gaan praten is afhankelijk van de eerste impressie. Dus de eerste indruk die je achterlaat bij iemand. Wat dus essentieel is, dat je trots bent op je eigen lichaam. Dat je met zelfvertrouwen je hand kan schudden, je verzorging, je tanden, je baard, je haar op dit moment. Alles. Je geur, hoe je ruikt.
En de manier waarop je kleedt. Als je wilt dat iemand dus tijd in je investeert of tijd met je doorbrengt, kleed je dan als iemand die dat geld kan toevertrouwen. Dus ga niet met een sportshirt, maar eerder met een pak of iets, een polo of iets wat past bij de situatie dat je beter gekleed bent. Oké? Okay? Je zult mensen naar je toe trekken die in harmonie zijn met je eigen levensfilosofie. Of je dat nou wilt of niet. Nou, bijvoorbeeld met mijn personal brand trek ik dus startende ondernemers aan. Of mensen die vastzitten in de rat race. Omdat dat zijn heel erg mijn kernwaarden van er is meer dan 9 to 5. En dat vind ik belangrijk. En daardoor trek ik die mensen dus ook aan. Oké? Okay? De eerste sleutel tot netwerken is dus conversatie. Een gesprek krijgen met een ander. Je vindt dus raakvlakken. Met een ander. Als je niks met elkaar gemeen hebt, ben je super saai om tegen te praten. En waar ga je dan over praten als je overal verschillend in bent? Het is belangrijk dat je snel gemeenschappelijke interesse met elkaar hebt. Stel mensen vragen die ze makkelijk kunnen beantwoorden en interesse te wekken. Nou, ik doe dat vanuit mezelf, omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in een ander. Maar dat zou je ook echt op moeten doen. Zelfs op Instagram. Hoge level personen zijn op hun hoede. Dus iedereen krijgt bijvoorbeeld als jij thumbnails maakt. Ja, kan je wel zeggen, zou ik thumbnails voor je maken. Maar ik had laatst bijvoorbeeld iemand die stuurde mij een DM van ik heb deze en deze thumbnail gemaakt. En hij stuurde me een bericht op e-mail, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Hij stuurde me overal. En zo ontkwam ik er eigenlijk niet eens aan. En zei ik, super tof, hij had gratis wat voor gemaakt. En nu doet hij een aantal thumbnails voor mij, gaat hij maken als test. Dus zo is hij gewoon met mij in contact gekomen. En zo kan jij dat ook met andere mensen doen. Dus heb je wel de juiste invalshoek nodig en wees niet lui. Je kan hun ego dus strelen en wees niet intimiderend. Dus wat hij goed deed, hij zei, Paul, ik zie dat je super toffe video's maakt, maar ik geloof dat thumbnails veel beter kunnen. Zeker waarom, omdat ik ze momenteel zelf heb gemaakt, de afgelopen tijd heel veel. Niet allemaal die op mijn kanaal komen, maar ongeveer, zeker wel de helft zijn wel door mijzelf gemaakt via Canva. Gewoon snel op elkaar geflanst en online. Want mij gaat het om massaal volume delen. En hij is dus beter in graphic design. En hij doet dus een aantal thumbnails nu voor mij. Dat is dus hoe hij is in contact is gekomen met mij. Terwijl ik de meeste mensen zou negeren. Maar goed, het gaat niet om. De gemeenschappelijke interesses die alle 1% mensen hebben. Dus business of dingen over geld gaan, investeren, sport, als het over vrouwen gaat. Er neem maar één factor of iemand dus een connectie met je opbouwt. Is hoe ze zich uiteindelijk voelen na een gesprek. Hoe voelt hij zichzelf als het gesprek is afgelopen? Wat voor energie heb je achtergelaten? Gaf je deze persoon energie of nam je het vanzelf? Laat deze mensen ook geïnspireerd voelen om iets te gaan doen of iets wat ze al hebben gedaan. Van super tof dat je dit en dat hebt gedaan. Bla bla bla, iets in die richting. Dus hoe voelen ze zich nadat ze met je hebben gesproken? Dat is zo belangrijk, want als ze zich niet positief voelen na een gesprek met je, gaan ze dadelijk ook nooit contact met je zoeken. Oké? Mannen die succesvol zijn, zoeken altijd gemeenschappelijke interesses van anderen die succesvol zijn. Als je eenmaal succesvol bent, is het heel eenzaam aan de top. En er zijn gewoon heel veel succesvolle mannen die interesse hebben om te netwerken en gemeenschappelijke interesses hebben van andere succesvolle mensen. Dus als jij deze interesse ook hebt, kom je dus in contact met deze mensen. Oké? Sommige mensen met wie ik de afgelopen jaren genetwerkt heb. Justin Wol is een e-commerce coach. Ik heb in 2021 bij hem een jaartraject afgenomen voor mijn e-commerce business. Helemaal ontploft. In 2022 heb ik een jaartraject bij hem afgenomen voor mijn coaching business. Ook helemaal ontploft. En zo ben ik in zijn netwerk beland. Bas Bult ben ik in zijn High Performance Stoic program gestapt voor 3 maanden. En we zijn volgens mij 2 weken terug uit eten geweest in Antwerpen toen hij in Nederland was. Super toffe kerel en ik heb als het goed is, als deze video uitkomt, ook al een podcast met hem opgenomen. Dus ga die checken. Met Marco Bajic is tegenwoordig mijn video-editor. Bij hem heb ik een traject afgenomen van hoe word je king op camera. Dus en hij was toevallig vorig weekend bij mijn personeelsuitje, was hij ook aanwezig. Bastiaan Slot, iemand met wie ik nu netwerk, is mijn business coach. René Kooijman, bij wie ik dus bijvoorbeeld die vastgoed in Spanje en aandelen heb gevolgd. Jordan Welch is bij wie ik zijn product research tool had gekocht en coaching had afgenomen ook. Marijn, die ik ook iets heb gekocht online en ook heb aangeschaft. En Annie Jo was ook van René. Dus deze gasten, Marijn heb ik meerdere keren ook gesproken. Deze gasten heb ik meerdere keren gesproken, privé en zakelijk. Oké? Okay? Nou, de opsplitsing van deze interacties. Nou, die Justin Wall, die was dus 2 jaar business coach geweest voor mij, e-com en coaching. Ik deed elke week een call met hem. Dat was eerst een grote groep van 50 of 60 mensen. Ik heb hierin elke week vragen gesteld. Opkomende dagen verbeteren, elke week verbeterd. Elke week betere resultaten gehaald voor mijn e-com business, maar daarna ook voor mijn coaching business. Werd een van zijn topklanten in e-com. Daarna kwam ik meer in zijn netwerk. Werd een van zijn topklanten in coaching. Toen kwam ik al helemaal in zijn WhatsApp, connecties en alles. Wat ik ooit nodig heb, kan ik aan hem vragen. Ik deed coaching voor coaches bij hem. Kwam bij hem 1-op-1 op calls. Terwijl hij zijn tijd heel erg waardeert. En was welkom bij hem om te ontmoeten. Om zelfs naar zijn huis te komen in Miami. Wat super tof is. Oké. Okay?
Nou, hoe heb ik dit gedaan toen niemand wist wie ik was? 12 maanden geleden, 24 maanden geleden, 36 maanden geleden. Ik focuste op mezelf. Ik kocht dus producten van deze mentoren. En dat zeg ik niet omdat je mijn coaching moet kopen, maar zo kwam ik in contact. Ik behaalde ook gekke resultaten omdat ik alles gaf. Ik luisterde naar deze persoon omdat ik geld had geïnvesteerd en naar ze opkeek en resultaat wilde. Ik kwam dus daarna in een netwerk. Ik werd zelf eerst waardevol. Ik kon iets aan hen toevoegen voor ik echt ging netwerken met deze personen. Ik moest eerst iets te bieden hebben voor ik iets kon doen qua netwerk. Dus ik heb eigenlijk jaren besteed aan sterker worden, business, et cetera. In mezelf investeren, in mezelf investeren. Ik heb eigenlijk drie jaar plus niet echt genetwerkt met andere mensen, zeg maar. Dus echt gewoon puur alleen grinden en resultaten halen. Zodat toen ik ging netwerken, al iets te bieden had. En dit is ook eigenlijk de enige manier om connecties te maken. En ik raad je aan om dat te doen. En op deze manier maak je ook de meest high value connecties als je zelf ook iets te bieden hebt. Dus ga niet alleen maar halen. Oké? Ik wil je super erg bedanken voor het kijken. Like en abonneer voor meer. Want 96% van jullie is op een of andere reden nog niet geabonneerd op mijn kanaal. En dat kan natuurlijk niet. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Ciao, ciao.